In Stadskanaal zitten we met een groot financieel probleem. We proberen naar eer en geweten onze gemeentelijke taken zo goed mogelijk uit te voeren, maar krijgen hiervoor onvoldoende geld van het Rijk. Ondanks jarenlange bezuinigingen lukt het ons niet meer om onze taken op het sociaal domein, zoals jeugd- en ouderenzorg en de sociale werkvoorziening, te betalen. Meer dan 60% van onze begroting gaat hier inmiddels naartoe. De gemeente Stadskanaal is al 10 jaar structureel aan het bezuinigen, voor in totaal 14 miljoen euro. Alle rekken zijn nu uit. Er is geen veerkracht meer. Daarom wordt er nu voor het eerst geen sluitende begroting ingediend bij de provincie. Want nu nog meer bezuinigen betekent dat de gemeente essentiële basisvoorzieningen voor de inwoners moeten sluiten en dat de dienstverlening op een laag pitje moet. En dat in een gebied dat al jarenlang kwetsbaar is, met een van de laagste sociaal-economische statussen van Nederland, een hoge vergrijzing, veel chronische ziekten, beperkt openbaar vervoer, weinig infrastructuur en geringe arbeidsmogelijkheden, waar veel meer mensen dan gemiddeld afhankelijk zijn van de gemeenten in hun ondersteuning. Verder bezuinigen is dan ook onverantwoord en gaat ten koste van de kwaliteit van de lokale samenleving. Het beleid van Den Haag en met name de decentralisatie van taken zorgt in onze regio voor een forse toename van de financiële problemen. We krijgen simpelweg te weinig geld van het Rijk om onze toegenomen taken op een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. Dat kan niet de bedoeling zijn. De balans tussen lusten en lasten is volkomen scheef gegroeid. Dat moet echt veranderen om Stadskanaal een duurzame en gezonde financiële situatie te geven. Al onze inwoners hebben het recht te wonen en te werken in een kwalitatief sterke gemeente, net als in de rest van Nederland.